Een journalist was op pad gestuurd met de opdracht om een spectaculair stuk te schrijven over de kinderrechten in Nederland. Ja, baas, ik weet dat het belangrijk is om een spectaculair artikel te schrijven. Omdat we steeds minder abonnees hebben, ik ga mijn best doen. Oké, dan gaan we nu kijken hoe het gesteld is met de kinderrechten. Jullie krijgen zeker geen goed onderwijs, hè? Nou, ik vind het nog best wel goed. Wat ben je dan aan het doen? Slagwerk, dat is taal. En wat is dat voor dobbelsteen? Zijn jullie hier illegaal aan het gokken? Nee hoor, dat is gewoon mijn gum. Als ik foutjes maak, dan kan ik ze mooi uitgummen. Hey, en wat zijn dit voor gekke tekens? Zeker iets van een computerspel? Nee hoor, dat zijn gewoon tangrammen. Ha, nou heb ik iets. Jij zit gewoon met vriendinnen te appen. Nee, ik zit gewoon een som uit te rekenen. Oh, daar heb ik toch niks aan. Die kinderen zijn hartstikke goed bezig. Ik heb gehoord dat kinderen heel veel stress hebben. Dat heb jij zeker ook, hè? Nou, ik heb niet het gevoel dat ik heel veel stress heb, nee. De journalist kreeg niet de antwoorden waarop ze had gehoopt en belde naar de redactie van de krant. Nou, ik heb net met die kinderen gesproken. Nou, ze hebben heel weinig stress en ze doen netjes hun schoolwerk. Ja, ze geven expres mooie antwoorden omdat ze zien dat je een journalist bent. We sturen wel 2 undercoverjournalisten. Een undercoverjournalist sturen? We moeten echt even laten zien hoe slecht het met kinderrechten is gesteld in Nederland. Heb jij een plan? Nou, in dat hoek. Dat is niet zo mobiel. Ik wil iets hebben waar ik me mee kan verplaatsen. In die kriekelbak misschien? Ja, goed idee. Snel in. Alles goed daar? Helemaal. Rij me maar even naar een goede plek. Auw, even joh. Gaat het? Auw. Je moet wel wat over hebben voor een goed verhaal. Dus spelletje met z'n allen gaan doen. Ja! Ja, de jongens tegen de meisjes! Vinden jullie dat een goed idee, meiden? Ja! Ja! Gaat het? Godver! Ik vind het helemaal onder. Het is een goed verhaal, hè? Ja, zag je dat? Die meisjes en jongens werden gewoon verdeeld in groepen. Het was helemaal geen gelijke behandeling. Nee. Moet je kijken, die kinderen gooien ook allemaal troep op straat. Ik ga er gelijk een foto van maken. Volgens mij hebben we genoeg. Kom, we gaan terug naar de redactie. Ja. Hallo? Oh, sorry. Terug op de redactie begon ook de undercoverjournalisten te twijfelen over hun eigen verhaal. Kijk hoor, de kinderen hadden helemaal geen stress en ze kregen gewoon goed onderwijs. Ik weet ook niet of ik helemaal zeker ben van mijn zaak hoor. Maar we moeten wel een spectaculair verhaal hebben. We moeten toch nog eens allemaal even goed nadenken, zeg. Ik heb een idee! Kinderrechten in het nauw! Ja! Nou, daar wil ik toch wel een nuance aan toevoegen, hoor. En dat is? Die niet gelijke behandeling was alleen maar een spelletje. Inderdaad. Ja, maar kinderrechten in het nauw trekt wel de aandacht voor onze kranten. Ja, maar we moeten het wel beter onderzoeken. Weet je wel hoeveel geld het kost onderzoeken? En geld hebben we steeds minder. Ja, omdat er minder mensen een krant kopen of een abonnement hebben. Als mensen geen geld willen besteden, dan hoeven wij niet alles te controleren. Nou, jij snapt het. En daarom schreef de krant, ondanks de twijfels van hun eigen journalisten, een spectaculair verhaal. Dat verhaal kreeg de minister-president ook te zien. Ik ga even de krant doornemen. Wat lees ik nu? Kinderrechten in het nauw. Kinderen worden niet gelijk behandeld en jongens en meisjes worden gedwongen om los van elkaar te spelen. De kinderen worden asocialer en gooien ook maar alles op straat. En dat wil ik nou eens gaan onderzoeken. Snap ik. Hebben jullie dit artikel geschreven in de krant, kinderrechten? Nou? Meneer de president? Wat? Wow. In mijn bedrijf? Hallo. Hoe komt u hier? Hebben jullie bewijs voor dat artikel? We hebben wel 3 journalisten op pad gestuurd. En naar hoeveel scholen zijn die gestuurd? 1 naar Rennevoort in Brabant. Maar dat is toch helemaal geen bewijs voor de kinderrechten in Nederland? Mijn excuses. Sorry.
Ik zei het nog wel, maar... Ik vind wel dat jullie straf moeten krijgen. Vinden jullie dat ook, kijkers? Laat het dan achter in de comments. Nee. Alsjeblieft, Ik heb niets.